Vandaag ga ik Minecraft spelen met 100 kijkers. Ik sta hier in een prachtig nieuwe arena samen met Robin. Robin, ben je er klaar voor? Ik ben er weer helemaal klaar voor. En sta je stuk voor stuk 100 kijkers helemaal klaar om geteleport te worden. Dan zullen ze hierboven terechtkomen. Moeten ze springen in het water. Redden ze het niet, gaan ze dood. Heel simpel. We zullen het telkens moeilijker maken. Robin, te pezen maar naar boven. We gaan beginnen. Robin, ze staan hier al in een veel te krap hokje, denk ik. Denk ik ook. Laat het hokje maar verdwijnen aan deze kant en let's go. En de winnaar krijgt een prachtige prijs. Ja, daar gaan ze. Kijk, als er iemand dood gaat, die... Oh, dit is onze eerste. Oh, wie is het? Eerst? Peter Adelaar. Ja, ja. Oh, er is iemand dood. Nee. Hoe kan je dood? Nee. Nog één. Hoe zijn er... Hallo. Dit vind ik spijtig. Kijk ze gelijk via de lift omhoog gaan allemaal, hè. Wacht, je moet stoppen. Maak het gelijk weer dicht. Ja, heb ik gedaan. Oh, kijk ze gelijk weer omhoog gaan. Oh my days, wacht even. Oh, dan gaat Just uit YouTube. Ja hoor. Wacht even hoor. Wie zijn er nou? Hoe kunnen jullie dood zijn? Ben je klaar voor ronde 2? Want we gaan... zullen we het iets moeilijker maken gelijk voor ze? Dit was wel heel makkelijk. Ja, vind ik wel. Oké, als we Hoe gaan we dat doen? Zo doen. We splitten hem gewoon in... Zo, we splitten hem in vieren. In vieren? Ja, in vieren splitten. Zo, ja, ik denk dat heel veel mensen nu door een verrassing ineens dood gaan. 1, 2, hoppakee! Ja! Siepje. Oh, nee! Siepje! Oh, mijn god! Oh, daar gaan ze! Daar gaan ze met z'n allen! Het regent, mensen! Het regent! Het regent, mensen! It's raining, man! Oh, nee! En kijk ze gelijk als mieren op het dingetje. Oh, die ging iemand dood. Hoe zijn ze... Octo! Nee! Als we nou gewoon een stipje zo hier doen. Wat dachten we hiervan? Zo, aan alle kanten een stipje. Ja, dan... vind ik een hele goeie. Ja, dit is wel een goeie, hè, dit. Nou, ronde 3. Let's go, jongens. We gaan. 1 en 2. Ja, oké. Ja. Komt ie weer, hè? Ik ga het ook zelf proberen. Dit is toch gewoon easy. 1 en 2. Hoppakee. Oké, nou, blijf jij daar lekker staan? Ja, want... ik blijf staan. Oh. Laat ze maar komen. Komen ze! Ja! Daar gaan ze. Kijk, ze springen. Wat goed. Ze checken eerst even heel goed wat er veranderd is. Voordat ze springen. Oh mijn god, er gaan wel echt heel veel dood telkens. Oh, oh, oh. Oh my days. Ik hoop gewoon een keertje dat een Octo gaat winnen. Heb je het gelijk weer dicht gemaakt? Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja, het is weer dicht. En we hebben onze Superjelle weer. Oh. Ja. Nee. Hij is er weer. Waarom doen ze altijd de Polonaise? Wat is dat met deze video's dat mensen de Polonaise willen doen? Zullen we gewoon nog één ronde met dit? Ik wil even kijken wat mensen doen met dit. Nou, oké. Okay. Nee, dat wil ik niet. Ik ga één blokje plaatsen. Oh, oh. Je maakt het moeilijk. Eentje ook gewoon, dat meer niet. Ja, eentje. Oké. Okay. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Hier hebben jullie gewoon getraind. Oké, okay, daar gaan we weer, hè. Let's go. Boom. Spring jongens. Wie is de eerste? Ja, hier, YouTube Jaden. Wat een held. Als eerste. Daar is hij. En de rest erachteraan. Ja, daar gaan... Er ging iemand op jouw blokje dood, volgens mij. Dat meen je niet. Ja, sowieso. Ik ben benieuwd. Gaat er iemand op dat ene blokje dat jij extra hebt geplaatst dood? Nee. Niemand. René is dood. Nee. Nee, René. Hoe ben je dood gegaan? Ik heb een idee. We doen het sowieso zoals dit, maar ook zoals dit. We gaan hem gewoon... We maken het gewoon echt een stuk moeilijker ineens. Oeh, dat is een sneeuwvlokje dit. Voor het. Wat een prachtig sneeuwvlokje. Ja, leuk. Mooi. 1, 2, jongens. Springen. Springen. Kijk, nu denken ze... Oei, dit is wel even moeilijk, hoor. Ja, 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 ja. Ja, dit is ons moeilijk gemaakt. Kom, lopen, jongens. Ja, maar het gaat goed. Het gaat goed. Het lukt ze gewoon, hè. Weet je hoeveel mensen er zijn die gewoon... Palf, hij dan. Die tryhard zijn... Palf, die daar. Die tryhard zijn... in Minecraft. En die gewoon... ik dacht dat er iemand ging. Die doodgaan en gewoon niet kunnen. Hoi. Hoe is het met jou? Jij goed. Met jou. Ja. Jij gaat goed. Open, jij gaat goed. Ja, ga jij maar lopen. Dit is een nieuwe host. Ja. Ik heb een nieuwe host gevonden. Ga jij maar weg. Nou, Jaapie. Let's go. We gaan het hosten. Weg. Niet gaan. Laat me niet achter. Nee! Ik heb een idee. Dat wilde je ook. Vul jij het maar met water. En dan zeggen we, degene die in het midden landt, die komt in de video met een naam. Hallo, zie je mij? Ja. Ben je er klaar voor? Nee. Dan wacht ik nog even. Ik ben klaar. Dan komen ze. Top. Okay, daar gaan we. Degene die in het midden valt, die is extra cool. Oh, oh. Oh. Niemand. Dood. Niemand dood. Oh mijn god. Nee, Dirk. Zo werkt het niet, hè. Niemand. Waarom is er geen tryhard? Niemand is tryhard en probeert in het midden te landen. Justin is de laatste die boven staat. Oh mijn god, dat meen je. Ja, Justin, die komt eraan. In het midden, Justin. In het midden.
Weak. Helemaal niemand? Nee, dat telt niet, Justin. Nee, niemand. Niemand was goed genoeg om in het midden te landen. Weet je wat? Dan gaan we het moeilijker maken. We geven ze eigenlijk minder keuzes. Zo, we gaan ze minder keuzes geven. We maken nu gewoon vierkantjes ervan. Oh, my days. Dit is wel echt... Het wordt zo heel moeilijk gemaakt. Oké, haal ze maar weer op in één. Ik ga mee deze keer. Wil jij nou ook zo'n leuk event starten met je vrienden of je eigen survival? Weet ik veel. Ga dan zeker even naar kaashosting.nl. Link staat in de beschrijving. En host daar je eigen servers. Einde reclamespotje. Kijk hoe weinig het er eigenlijk nog maar is. Nou, trouwens, dit zijn er nog best wel veel. Al die anderen die staan beneden. Staan in een soort half cirkeltje een beetje toe te kijken. Springen als je er klaar voor bent. Springen. Huh, kijken. Oh, springen kijk als je er klaar voor bent. Ja, kijk ze grinden. Ja, ja, ja. Maar ja, hebben we nog andere herkenbare? Of Peter Griffin en Sinterklaas. Laat maar gaan. Oké, okay, dan gaan we. Go, 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 go. Ik ga beneden staan dit keer. Ja, ik ga beneden staan. Oké, de eerste. Ja, okay. Landt er iemand in het midden? Nee, hè? Oh, ah, mijn dood. Oh, oh, springen, jongens. Ja, springen, jongens. Jij ook, Justin. Oh, aan de kant, aan de kant. Oh, daar gaan nog een paar dood. Oeh. Ik heb Justin bijna gekild. Ja, spring maar, Justin. Spring maar. Oh, niemand in het midden. Je hebt het ding nog niet dichtgemaakt. Zo snappen, zo snappen. Ik maak het nog moeilijker. We willen ze gewoon in het midden hebben. Nee, oké, dus ik wil het nog moeilijker maken, maar dit is goed genoeg. Oh, moeten ze echt... ten alle tijde in een soort 1x1 blokje mogelijk vallen. Zo dik als het is. Ja. Het is niet dikker dan 1. Maar doen we ook dit dan? Of? Ja, natuurlijk. Oké, ja, doen dit we. Vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ik denk dat Peter dood gaat voor alle soldiers. Die gaat nu dood. Ja, Peter Griffin. Salut voor alle soldiers. F in de reacties, jongens, voor Peter Griffin. Let's go, boys. Daar gaan ze. 1, 2. Ik ga Peter Griffin in de gaten houden deze keer. Wat ga je doen, Peter? Oh, hij springt. Peter! Oh. Ja, hij is dood! Ja. Hij is serieus dood! Wat nee. Ben je niet? Hey, daar is hij! Oh, wat goed! Oh nee, Peter! Nee, nu moet je helemaal een F in de reacties achterlaten. F Peter Griffin in de reacties. We hebben nog maar 2 Octo's! Echt? Ja! Oh, ik zou wel willen dat een Octo wint deze keer eigenlijk. Ja, ik ook. Welke is het? Opa Guzzi en Tiamen. Ja. Oh nee, derde! Je hebt de bleekscheet opa Octo meer gemist. Oh. Er is nog een derde. Maak is een het moeilijker. Octo zonder pigment. Kijk hoe moeilijk het is. Oh mijn god, gast. Ze moeten nu alleen in de 1x1 landen. Ja. Maar weet je, ik heb een idee. Zoals in mijn vorige video aangegeven. Krijgt iedereen met een Octo skin een revive? Hadden jullie maar op moeten letten, hè? Oh, jij hebt pech. Jij hebt pech. Jij hebt pech. Zullen we Patrick ook doen, omdat hij bij SpongeBob hoort? Vind ik wel. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, vind ik ook. Ga maar, Patrick. Ga maar. Hij gaat ook snel. Kijk, hij is heel blij. Ja, hij gebruikt het moment gelijk. Ik vind het leuk, altijd als ik hier sta, zie ze eerst shift het over het randje kijken. 1, 2, 3. En dan denkt ze, oh, oké, de taak is duidelijk. En dan gaat ze dood. Dood, dood. Dood, dood. Oh, mijn god. We hebben er maar 2. Oh, nee. Nee, wat gaan we veel dood. Nee. Oh, mijn god. Robin. Justin, die durft niet meer. Daar gaat hij, Justin. Daar komt hij, daar komt hij. Joh, hij heeft het nog niet! Oh, Justin! Nou, nu op. Er zijn er echt nog maar een paar! Gast, er zijn echt alweer 3 Octo's, 4 Octo's dood. We hebben nu nog maar 1 Octo. Serieus, oh my days. Na al die Octo's, 3-5, is er nog maar 1 Octo over. Nog moeilijker, kom. Nog moeilijker? Ja, kijk, kijk, kijk. Want ik zie de meeste die landen aan de zijkanten. Dus we geven ze gewoon de keuze om aan de zijkanten te gaan. Oh jee, nee! Ze hebben nu 5 mogelijke landingspuntjes. Dit is toch niet te doen? Ja, klaar! Ja, klaar hier hoor. Iedereen is ready. Go, 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 go. Squad move out. Springen, boys. Oh, daar gaat de eerste. Ja, die had het. Die ook. Die niet. Die ook niet. Die niet. Pats move. Die ook niet. Die ook niet. Oh, my god. Oh, mijn god. Justin, kom op. Ja, Justin. Kom op, Justin. Justin, je kan het, Justin. Nee! Hij is dood! Justin! We hebben er nog maar 3! Oh mijn god, zie je daar maar 3? Robin, dit zijn onze enige 3. Dit onze zijn legendes, ze. Kelvin, gewoon Jesper of Jasper en Stony Bird. Zullen we ze in call doen even? Even kijken wat ze vinden. Ja, ja, dat vind ik wel leuk. Laten we dat doen. Ja, dat vind ik leuk. Jongens, wat vinden jullie ervan? Jullie zijn de laatste 3. De laatste 3 van het object, weet ik veel, het vallen. Spannend. Spannend? Wie zijn spannend van jullie? Ik ken jullie stemmen nog niet. Oké, okay. Top. Kelvin kan helaas praten. Nee, dus Kelvin. Die vermoorden we maar gelijk. Denk ik toch? Zullen we er gewoon uitkikken? Nee, hij zegt nee. Nee? Ik hoor hem praten. Jij hoort... Oké, dat vind ik wel heel bijzonder. Gunnen jullie het elkaar of zou je ze gewoon zeggen, nee, ik wil winnen? Ik wil winnen. Oké, duidelijk. Nee, duidelijk. Jongens, dan gaan we jullie weer omhoog sturen. En wat nou als je het niet wint? Of nee, ik heb een idee. Jullie mogen met z'n drieën besluiten om 1 iemand terug te halen. Dus kijk maar rond. Ja, Kelvin, jij mag het zeggen. Loop maar met z'n... Hou je op. Loop maar met z'n drieën even rond. Ga maar een beetje kijken. Wie gun je het om gerevived te worden? Ik kan de naam niet zien. Maar wie is het? Waar ben jij?
Het is een Among Us poppetje met een rokje aan. Oh mijn god, ik zie hem inderdaad. Oké. Dat is niet van jou, dat is niet van jou. Maar er mag maar één iemand zijn. Eén iemand mag het maar zijn. Kelvin heeft er ook eentje volgens mij. Kelvin, ja, wie is het? Is Joker? Het de Joker? Spring als het de Joker is. Nee, is het die Thijs, Tisje of zo? Spring als het Tisje is. Is het, welk is het? Deze, is het die van de unit? Dat het spring als Peter Griffin is. Nee! Oké, duidelijk. De keuze is aan Jasper. Wie gaat het worden? Jij moet eigenlijk even de doorslaggevende keuze maken tussen Among Us en Peter Griffin. Dan kies ik de Among Us. Yes! Yes! Niet Peter Griffin. Ga maar weer naar boven. Jullie hebben hem teruggebracht. Yes. Als hij wint, is jullie eigen schuld. Oké, let's go. Oké, Robin, ready? Het is alle vier één plekje water. Niet dat ze eraan gaan houden en ze gaan waarschijnlijk allemaal dood, maar ik ben benieuwd. Maar wat nou als iedereen doodgaat? Ja, dan worden ze alle drie of alle vier gerevived, I guess. Oké, ja? Ja, let's go. Dan gaan we dan. Let's go. Oké. Nou jongens, let's go. Ik ben zo benieuwd. Als ze slim zijn, gaan ze naar de zijkant. Oh nee, dat doen ze niet. Oh nee. Kelvin is dood. Ja, gerevived, die kwam echt niet eens. Wacht eens. Heeft hij nou gewonnen? Was het zo makkelijk? We hebben een winnaar! We hebben een winnaar! Yeah! Hij is superieur, Robin. Je kan het zien. Mensen aanbidden hem. Ja. Mensen aanbidden de man. Laten we hem er even heen slepen. Mark. Heet je Mark? Ik heet Mark. Oh, Mark, je hebt gewonnen. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, je wordt helemaal gewoon geaanbid door iedereen hieronder. Ze zien je gewoon als hun leider. Je bent de leider van dit alles. Ja. Hey, ja. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ja, dat zien we, dat zien we. Dat is goed op de... Welke vond je het moeilijkst? De laatste, denk ik. Eigenlijk maakt het niet meer uit. Maar... Ik denk de ene laatste. De ene laatste was het moeilijkst? Ja, ik was heel bang dat ik op een randje ging landen. Ja, dat snap ik. Hey, gefeliciteerd, je prijs komt eraan. Oké, jongens, de prijs gaan we opsturen. Maar ik krijg lekker Discord Nitro. Wederom geen 100 euro. Het geld groeit ons immers nog steeds niet op terug. Jongens, enorm bedankt voor het kijken. Wil je nou meedoen met dit soort dingen? Join dan zeker even Discord. Kijk, hier hebben we ook een prachtig event gedaan. Die moet je zeker even bekijken. En dan nu spreek je later, glaasje water. Wie wil eens meedoen? Doei!